Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar mijn allereerste Vlogmasdag video. Ik ben zo excited. Ik heb er echt super veel zin in. Het is vandaag 30 november, vrijdag 30 november. En het leek mij wel leuk als op de 1 december de eerste vlog online komt. Dus daarom ben ik vandaag begonnen. Dus jullie zien dit één dag later. En als je heel veel zin hebt in al deze Vlogmas video's, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. Want dan zie je elke dag als ik een nieuwe video heb geplaatst. En dan heel veel kijkplezier met de eerste Vlogmasdag. Oké, ik heb er echt heel erg veel zin in om dit jaar Vlogmas te doen. Ik ben wel een beetje bang of het me gaat lukken. Want ik ga natuurlijk best wel veel naar school. En ik werk best veel. Maar ik ga het gewoon proberen. En ik kijk wel wat het wordt. In het weekend gaat het wel nog wat worden. Omdat ik altijd één dag moet werken. Maar vandaag ga ik wel een aantal dingetjes doen wat leuk is. Dus ik heb er echt heel erg veel zin in. En het is nu bijna 10 uur. En ik moet over een kwartiertje weg. Want ik moet zo meteen naar school van 12 tot 1:30 of zo. Dus dat valt best wel mee. Ik heb namelijk muziek en ik heb koor. Eigenlijk een beetje een nutteloze dag, maar wel heel erg leuk. Dus ik ga nu eventjes ontbijt maken en dan ga ik naar school toe. Oké, ik heb even ontbijt gepakt. Even gewoon muesli, krusjeli, hoe je het ook wel noemen. En ik heb mijn tas ook al ingepakt, want ik ga straks gelijk weer door naar mijn vader. Want ik moet na school gelijk werken. Dus dat is een beetje rot. Dus dan kan ik helemaal niet filmen. Maar het is maar 3 uur. En ik ga vanavond ook naar het theater met school dus. Stel dat je leuke ideeën hebt of dingen die je graag wil weten. Het komt natuurlijk 1 dag erna gelijk online. Dus stel dat je leuke dingetjes hebt, kan je dat gewoon reageren in de comments. Want dan kan ik dat gewoon de volgende dag even filmen. Want ik ga natuurlijk wel gewoon allemaal comments lezen. Ik ga nu even mijn ontbijt opeten en dan ga ik naar school toe. Wat ik aan heb is deze blouse van Chiquelle. In een beetje groen, ja, groenige kleur. En deze broek van The Sting. Dat is zo'n flare broek. Volgens mij heeft echt iedereen die. En voor de rest heb ik heel veel sieraden om van Joey. En ik doe daaronder doe ik mijn witte Superga's. En ik ga nu echt snel naar school toe. Anders kom ik ook nog eens te laat. Want ik moet ook nog al deze spullen meenemen. Oké, ik ben bij het station. Het licht is echt heel rot. Ik zal de muziek uitzetten. Alleen ik ben dus echt 10 minuten te vroeg. Want ik was even in de war met de trein. En ik kijk tegenwoordig dus niet meer. Wat is dit voor licht? Maar ik ga dus nu naar school toe. En dan heb ik eerst muziek en daarna koor. Ik hoop dat ik iets kan filmen. Maar meestal doen we met muziek echt muziekdingen. Maar nu gaan we dus dansen. En ik weet niet of ik dat wel echt wil filmen. Ik moet even kijken. Mooi licht. Zo, ik had kijk, mooi licht. Ik had in jouw video wonderkind. Ja, oh. We werden zo gefilmd. Ja, vind je het gek? Ik had ook. Elke keer als ik aan het... Ja, ik ga aan de hele tijd zo kijken. Je zag die gezicht ook zo geconcentreerd. Alleen maar zo kijken. Maar het leek wel echt heel eerlijk dat Jos die bent. Klonk in het echt toch veel mooier. Ik kreeg ook reacties. Jullie daar in die les zaten. Ja, het is wel grappig, hè? Hoe heet het? Ja, ik moest vandaag... Ik heb vroeg gemist dit jaar. Oh! Ja! Leuk. Maar hoe heet het? Ik heb dus net... Rennen! Rennen! Ik heb net dus Mireille en Lotte een bericht gestuurd. En ik heb gezegd... Beetje een Britale vraag. Maar zijn er nog kaartjes over vanavond? Hebben wij ook gedaan? Ja! Oh ja! En dan naar de ene... Naar de andere schouw. Gaat. Kijk maar naar. In je hand, van de ene hand naar de andere hand. Als er niks is, dan staat hij.
Hele tijd klaar met school. Ik zit inmiddels alweer in de auto. Ik heb net ook alweer 3 uur gewerkt. Dus een beetje een tijdsprongetje, maar maakt niet uit. Want ik ga vanavond ga ik ook nog wat doen. Want ik ga naar het theater met school. Nou, dat zal ik straks wel vertellen. Maar ik ben nu nog in de parkeergarage van werk. En ik ga nu even naar huis rijden. Want al mijn spullen liggen daarin in de achterbak. Dan ga ik even met mijn vader neerleggen. En dan ga ik daarna ga ik Mick ophalen. En dan gaan we naar dat theater toe. Maar ik moet dus eerst even naar huis toe rijden. En ik ben eigenlijk echt helemaal kapot. Maar ik moet nog wel even doorgaan. Oké, ik ben weer thuis van werk. Ik moet me nu even gaan omkleden voor wat ik vanavond aan wil. En even mijn spullen inpakken. En ik ga nu dus even snel wat eten. Het is nu 6:15. Ik moet over een kwartier weg. Dus het wordt allemaal een beetje haasten. Maar ja, zo meteen kan ik naar een theatervoorstelling kijken. Dus dan is het weer prima. Oké, ik heb even mijn outfit veranderd. Ik heb dit blauwe shirt aan. Deze is ook van Chiquelle, ja. Rokje is heel oud. Die kan je echt overal kopen. Zo'n soort simpel rokje. En mijn Zendra's. En ik ga nu even snel eten. Ik ga lekker frietjes eten. En dan ga ik heel snel naar Mick toe om hem op te halen. Ik zit in de auto. Dus ik ga eerst even Mick ophalen. En eigenlijk is het iets van school, maar er waren nog kaartjes over. Dus toen mocht Mick mee. En daarna, na de theatervoorstelling. Ik ga dus naar de theatervoorstelling van school. En het wordt niet... Ja, even nadenken. Volgens mij heet het verhaal in het verhaal of zo. En ik heb geen idee waar het over gaat. Want ik heb dus echt gewoon niks opgezocht. Maar volgens mij is het een kindervoorstelling. En dit is dus voor het kunsttraject. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja. En daarna ga ik volgens mij naar Mick's huis. Of hij gaat naar mijn huis. Moet ik even kijken. Oh, daar zit er iemand te fietsen met een surprise. Dat ging niet helemaal goed. Maar ik moet over een kwartier bij Mick zijn. Dus dat ga ik nooit redden. Dus ik moet even kijken. Ik ga in ieder geval nu even mijn camera wegdoen. Voordat ik ergens tegenaan rijd. Maar ik heb altijd zulke knakworstbenen in mijn panty. Mm-hmm. Wij zijn in Den Haag en we gaan nu naar de voorstelling toe. Zag deze mensen ongemakkelijk daar kijken. Heb je er zin in, schat? Ja. Super. Vloggen dat we nu naar binnen gaan? Ik ga even vloggen dat we nu naar binnen gaan. Ik ga nu even... Zitten we nou rechts of links? Ga staan. Boven, toch? Kijk, nu is het een keer goed. Ja, we zijn nu even lang. Ja. Sander. Sander. Wat is dit allemaal? Dat is volgens mij.
denk het wel, ja. Oké, wij zijn net terug van het verhaal van het verhaal. En het was echt, echt verschrikkelijk. Wat vond je ervan, Mick? Ja, ik vond er echt helemaal niks aan eigenlijk. Sorry. Nou, we wisten dus eigenlijk niet wat het was. Maar het sloeg echt nergens op. En volgens mij mist mijn mentor ook niet. Kun je me even vasthouden? Dat is goed. Dus, zie je mij nu nog? Beetje. We zien niet scherp. Volgens mij wist mijn mentor ook niet precies wat het was. Want ik snap niet waarom ze dit anders heeft uitgekozen. Maar ik ben nu bij Mick. En ik ga zo meteen even de vlog editen. En dan ga ik morgen weer beginnen met een nieuwe video. Dus als je het heel erg leuk vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert. En dan zie ik jullie morgen weer om 4 uur bij een nieuwe video.